TechZine Talks, where TechZine analysts bridge the gap between IT solutions and the people who need them. TechZine is your single source of truth. For more information and insights, visit techzine.nl or techzine.eu. Don't forget to subscribe to this podcast. Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van TechZine Talks. En we gaan het hebben over hybride werken. Alweer, jongens. Gaan we het weer over hybride werken? Ja, dat was de slechts beluisterde podcast van vorig jaar. Dus we dachten, we gaan er nog eens een keer over beginnen. Nou, ja. Oké. Hybride werken is gedoemd te mislukken. Ja, dat is jouw stelling, hè? Ja, dat is de stelling. Ik denk ook echt dat het... ja, dat is gewoon zo. Nou, zijn we eruit. Nee, maar het is op zich wel een goed onderwerp om te handelen, omdat we nu in een fase zitten. De afgelopen... in februari was geloof ik dat het thuiswerkadvies kwam te vervallen. En daarmee ging een deel van Nederland, hè, laten we zeggen niet dat heel Nederland thuiswerkte, maar die gaan weer terug naar kantoor voor 1, 2, 3 of misschien wel 5 dagen, geen idee. En we zitten dus een beetje in de overgangsfase van thuis naar hybride werken. En hoe gaan we dat hybride werk nu vormgeven? En ja, nou ja en daarvoor een stelling aangehangen. En daarvoor schuiven we vandaag aan Barry, zoals je al hoort. Sander heb je gehoord. Maar Geert is er ook van de partij. Mm-hmm. Welkom Geert. Dankjewel. Dus laten we maar snel beginnen. Hè? Dus waarmee gaan we openen? Ik heb App al geopend. Ik denk dat het geen succes gaat worden. Ik heb al diverse onderzoekjes gelezen. Nou, ik heb ook alweer behoorlijk vaak in de file gestaan. Dus, ja, dat is me ook opgevallen. Ik hoorde toevallig gisteren of eergisteren op de radio dat de files nu al groter zijn dan voor de coronacrisis, zeg maar. In vergelijkbare periode met vergelijkbare weersomstandigheden. Dat kan natuurlijk ook weer gewenning zijn. Hè? Want mensen hebben 2 jaar niet gereden. Dan heb je best ik kan me voorstellen dat het ook meespeelt namelijk, hoor, dat mentale aspect. Ja, dat schijnt ook dat precies op 2 dagen zijn en dat dat op de dinsdag en de donderdag zijn. Dus dan zijn dat misschien net dagen dat iedereen denkt van, we gaan dus met z'n allen onderweg naar afspraken, naar kantoren, weet ik veel wat. Ja, maar dat is dus ook wel een punt, hè. Want als je natuurlijk hybride werken in wil richten in je organisatie, dan ga je onherroepelijk de keuze bieden van wanneer mensen naar het werk kunnen komen of mogen komen. En ja, dan ga je toch nog steeds het zwaartepunt houden op die dinsdag en die donderdag. Dat is er altijd al geweest. Ja. Op die 2 dagen. Want dan zijn gewoon de meeste mensen aan het werk. Op woensdag zijn heel veel jonge ouders. Die zijn vaak op vrij of het breekt zo lekker de week, zeg maar. Maandag en vrijdag zijn ook voor die dagen dat nog best wel veel mensen... Ja, want dan hebben mensen lang weekend. Lang weekend. Dus dinsdag en donderdag blijven toch gewoon de piekdagen. Hmm. En ja, ik zie daar nou niet heel erg veel in veranderen, eerlijk gezegd. Ja, tenzij het zelf als werkgever of in het beleid gaat opnemen. Je moet bijvoorbeeld op woensdag komen. Je kan niet op donderdag komen. Dat dan sla je door, denk ik. Ik denk dat je dat niet moet doen. Nee? Dat lijkt mij niet handig. Ja, het is wel onontkoombaar als je het goed in wil richten, denk ik. Alleen, vind dat geen best signaal richting je werk, je werknemers, je medewerkers. Nee, ik snap wat je bedoelt. Alleen de vrees is volgens mij dat wanneer je dat niet doet, dat iedereen dan inderdaad zelf maar gewoon indeelt wanneer ze komen en uiteindelijk dan iedereen weer 4-5 dagen per week in de file staat. Ja. Denk niet dat dat heel handig is. Nee, ik als ook iedereen, niet. Als je het maar aan je medewerkers zelf zo laat, want er kunnen ook gewoon, kunnen er personen zijn die misschien in een senior functie zitten of zo, mm-hmm. En die zeggen dan uit zichzelf van, nou, weet je wat, ik werk de komende week 5 dagen thuis, terwijl dat er misschien een junior is of zo, die denkt mm-hmm. van, nou, ik kan toch wel baat bij hebben als die senior medewerker op kantoor is of zo. Dus misschien dat er wel iets van een planning moet komen om het hybride werken goed te ondersteunen, überhaupt al. Ja, en vergeet ook niet, denk ik, ik merk ook heel erg een behoorlijke discrepantie tussen wat er voor de bühne verteld wordt door bedrijven en wat er daadwerkelijk gevraagd wordt aan de medewerkers. Maar is er ergens iemand aan het schuren hier in de buurt? Ik weet niet, maar het is, klinkt alsof er iemand... Het is een grasmaaier. Of een grasmaaier, in ieder geval. Want uiteindelijk, ik heb ook met mensen gesproken, ik zal de namen niet noemen hier, want dat willen ze waarschijnlijk niet, van grote bedrijven die naar buiten toe de flexibiliteit bieden om thuis te werken, maar eigenlijk in hun... als managers in hun communicatie naar hun medewerkers toch heel sterk aandringen om toch naar kantoor te komen. Ja. Omdat dat toch
beter werkt volgens hen. Ja, bij mij viel vooral het verschil op tussen Microsoft en Google. Hè? Dat zijn natuurlijk twee hele grote werkgevers, beide Amerikaans. Maar die er allebei toch wel een beetje een andere visie op nahouden. Want Microsoft stelt dat ze voorstander zijn van hybride werken. Hmm. Die hebben zelfs een, hoe noemen ze zoiets, een chief hybrid officer of zo. Microsoft stelde zelfs al voordat de coronacrisis er überhaupt was, hè, waarbij we thuis gingen werken, dat ze al hybride werkmogelijkheden boden. Maar dat toen de tijd, dat er eigenlijk heel veel mensen uit zichzelf al beslisten, ja, van we gaan naar kantoor. Ondanks dat er wel de optie was om gewoon thuis te werken. Ja, maar wat ik dus wilde zeggen was, en daar tegenover staat dan Google, die willen eigenlijk gewoon iedereen op kantoor hebben. Ja. Want die investeren weer miljarden om weer nieuwe campussen te bouwen in Londen en in Silicon Valley, et cetera. Om maar honderdduizenden meters extra kantooroppervlak te creëren. Dus er zitten twee hele verschillende visies achter. Wie de gelijk heeft, ik denk dat de meeste Amerikaanse bedrijven gewoon iedereen weer op kantoor willen hebben. Niet alleen Amerikaanse bedrijven. Kijk, laten we gewoon even eerlijk zijn. In principe, het is natuurlijk een mensenwereld. En de meeste mensen, ik ben zelf niet, behoor misschien niet tot dat slag, maar de meeste mensen hebben gewoon graag contact met andere mensen face-to-face. Dus als je ze de keuze geeft, dan denk ik dat de meeste mensen echt gewoon wel heel graag het merendeel naar kantoor willen komen. En dat is natuurlijk in principe ook de definitie van hybride werken natuurlijk. Maar het zou me niks verbazen als er gewoon echt hele hordes zijn die gewoon het liefst gewoon hele dagen, elke dag gewoon op kantoor zitten. Nou ja, en daar moet je ook rekening mee houden, hè? Want er zijn gewoon heel veel mensen die willen dat helemaal niet, dat hybride werken. Ja, maar er zijn ook heel veel mensen die het wel willen. Ja, nee, en dat is prima. Dus die mogelijkheid kun je aanbieden. Alleen wat ik me dan afvraag, hoe doe je dat dan? Want waar we het eerder over hadden, hoe ga je iets afdwingen? Hè, want en hoeveel vrijheid geef je? Hoeveel ruimte geef je? Wat doet dat met de ontwikkeling van je medewerkers? Gaat dat net zo snel? Kun je je organisatie er anders op inrichten? Nou, kun je de hele middelmanagement laag eruit snijden, omdat hij er toch niks meer te doen heeft? Dat zullen ze leuk vinden. Maar uit onderzoek van Poly, om weer een ander onderzoekje aan te halen. De bedrijven die het echt omarmd hebben, die hebben gezegd dat medewerkers vanaf dag 1 het recht hebben om flexibel te werken. Dat medewerkers wel regels krijgen over het aantal dagen dat ze verplicht op kantoor moeten zijn. En dat bedrijven daar voordeel uit halen omdat ze nu minder kantoor vierkante meters hoeven af te nemen. Dus ze kunnen kleinere kantoorruimtes. Ja, maar dan zeg je dus met die piekmomenten, als je dus mensen gaat... Ja, vol is vol. Ja, maar dat is dan lastig natuurlijk. Nou ja, En dan wordt het een beetje zo'n extreem hotdesken, zoals het zo mooi heet. Dan is het, dan staan mensen in de rij 's ochtends om binnen te komen en dan pakken ze snel een plekje en dan gaan de rest komt terug naar huis. Dat is ook een beetje raar. Ja, maar in principe kun je toch gewoon zeggen dat ze kunnen inschrijven en als het vol is, is het vol en dan moeten ze op een andere dag komen. Of je spreekt af dat bepaalde teams binnen de organisatie bepaalde dagen aanwezig moeten zijn. Dan heb je kans dat ze ergens anders gaan werken. Ik denk, ja, dat wel. Maar ik denk wel, je kan het misschien wel afdwingen. Ik bedoel, dat hele volledige thuiswerken is ook afgedwongen. Dat had dan misschien maar redden. Daar was ook niet iedereen het mee eens. Maar de meesten zitten er nog steeds. Dus ik denk wel dat het vaststellen van enkele dagen op kantoor en de rest thuis, dat het ten eerste ook gewoon, nou ja, het heeft duurzaamheidsvoordelen. 80% van de medewerkers, die zijn een recent onderzoek van Microsoft, dat de productiviteit dan hetzelfde is gebleven dan wat beter is geworden. Dus ik denk wel dat je het misschien kan afdwingen en ook zou moeten afdwingen door vaste dagen voor te stellen. Want je hebt wel, ik vind dat, Sander, jij brengt daar ook een interessant punt over op. Hoe doe je dat en hoe zorg je dat mensen op hun plek blijven en er niet ontevreden over zijn? Ik zou weggaan in ieder geval. Ja, als wat mensen tegen mij zouden zeggen, van je moet per se dan en dan op kantoor zijn, dan zou ik zeggen, ja, zoek lekker uit. Dan ga ik anders ergens anders werken. Ik bedoel, bij de corona was het ook wel een beetje zo. Toen werd ook gezegd, jullie moeten 5 dagen vanuit huis werken, of het kan gewoon niet meer. Ja, nee, maar dat zijn natuurlijk dat zijn omstandigheden waar je niks aan kan doen. Nee. En op zich, als dat hele coronaverhaal ons iets goeds gebracht heeft, is het in ieder geval wel dat al die tools die je daarvoor gebruikt een stuk beter geworden zijn in de afgelopen 2 jaar. Hmm. Daar is heel veel in geïnvesteerd. Dus, maar het komt nog steeds niet in de buurt van echt elkaar face-to-face spreken. Hmm. Dus ja, ik
als ik zeg maar in de voorspelwereld zou zitten, zeg maar, ik geef het nog een maand of 9. Ja. En dan zijn we gewoon, als het niet terugkomt, hè, want nu zit je natuurlijk nog in die fase dat mensen misschien nog denken van, nou, in het najaar komt het misschien nog een keer terug, dus dan moeten we nog een keer. Corona bedoel je? Ja. Dus in die fase zit je nu nog, dus er zit nu nog wel tractie om dit eruit te rollen en door te drukken. Maar als over 9 maanden gebleken is dat het niet terugkomt, ik geloof er helemaal niks van. Nee, de ex-HR-manager van Google, of de HR-hoofd, die zei ook binnen 2 tot 5 jaar zit iedereen weer voltijd op kantoor, ongeacht wat ze zeggen. Dat vind ik nog heel ruim geschat, eerlijk gezegd. Ja, maar het hangt er wel een beetje mee samen. Binnen 3 tot 5 jaar. Dus binnen 3 tot 5 jaar. Ja, het enige is natuurlijk wel dat er zullen ongetwijfeld behoorlijk wat organisaties zijn die al best veel investeringen gedaan hebben op dit vlak. Ja. En die wil je natuurlijk en wel nog steeds doen. Ja, natuurlijk. Die wil je natuurlijk wel op een fatsoenlijke manier af kunnen schrijven, anders is het een beetje zonde van je geld geweest. Moeten we daarmee uitkijken, die investeringen? Nou ja, ja, weet je, nu zou ik inderdaad even kijken van, goh, hoe nodig is het allemaal nog? Nou ja, je hoort nog steeds bedrijven die er momenteel in investeren, hè, juist om die mensen die toch thuis zitten te betrekken bij een vergadering of een meeting of zo. Waardoor ze denken van, ja, we gaan toch eens even onze meetingrooms gaan we anders inrichten met... waar we eerst een hele lange tafel hadden met een hele lange vierkante tafel waar iedereen aan ging zitten. Doen we nu misschien de helft van die tafel en dan hangen we een heel groot beeldscherm op. En dan gaan we dat beeldscherm gebruiken om de mensen die op afstand zitten, gaan we er zo bij betrekken, zeg maar. Dus daar wordt nog steeds volop in geïnvesteerd, volgens mij. Dat gebeurt nog steeds, ja. Er zijn nog steeds mensen die dat soort dingen, hè, het inrichten van je meeting rooms, dat is ook alleen maar logisch. Ja. Dat was ook wel bij heel veel bedrijven denk ik een update toe. Ja. Zo best zat het er allemaal niet meer in. Maar dat had je sowieso moeten doen. Hè, want uiteindelijk gaan we de trend richting flexibeler kunnen werken. Die was natuurlijk al wel ingezet voordat corona gebeurde. Hè. Dus die investering had je sowieso moeten maken. Kijk, waar ik meer op doel is van ja, ga je terug in vierkante meters als bedrijf? Of ga je misschien gewoon, want ik heb ook mensen gehoord die hebben het hele kantoor opgezegd in deze regio. Ja. Ja, ja. Ja, ik weet het niet. Ja, weet je. Het is ook een soort, en misschien helpt het ook wel juist om bepaald talent aan te kunnen trekken. Dat juist veel belangrijker wordt. Hè, De tijd dat je met een auto van de zaak iemand overhaalt om bij je te komen werken, ligt wel achter ons. Ja, maar als je dat kan doen, zeg van, het maakt niet uit waar je werkt als je werk maar doet. Ja, misschien is dat dan toch de katalysator om toch wel dat hybride werken erin te houden. Maar ja, ik denk niet dat het... Ik denk dat er ook best wel wat medewerkers momenteel daarna juist naar kijken. Hè? Als ze naar een nieuwe baan zoeken of zo, juist kijken van wat wordt er voor mij aangeboden in het hybride werkverhaal. Zijn er budgetten? Mag ik gewoon zelf mijn dagen indelen rond hoe ik of waar ik werk? Hè? Dat soort dingen. Ik denk dat er best wel vanuit werknemerskant ook wel actief naar gekeken wordt. Hm. Ja, maar dat vind ik uiteindelijk het hele talentverhaal. Hè? De recruitment stuk is wel echt wel. Dat vind ik wel boeiend. Dat was toch ook in dat polio-onderzoek? Daar ging er ook behoorlijk veel over, of niet? Ja, dat de werknemers zich minder snel ontwikkelen als ze. Te veel thuiswerken, omdat ze dan de relaties missen. Maar het is ook de kennisuitwisseling met collega's. Ik denk dat wij daar zelf ook over mee kunnen praten. Want voor corona reisden wij heel veel en kwamen op heel veel conferenties. En hadden we de mogelijkheid om met internationale experts op bepaalde technologiegebieden of op bepaalde oplossingen van bedrijven, konden we echt een half uur of een uur rond de tafel zitten en echt hele diepe gesprekken voeren met die mensen over hoe iets werkt of hoe iets in elkaar zit. En daar waren wij heel erg bij gebaat, want daar kunnen wij weer betere artikelen schrijven. En we hebben gemerkt dat tijdens corona, als je virtuele calls had, dan had je soms wel een half uur of 3 kwartier een gesprek met iemand, maar je kon nooit dat niveau halen wat je fysiek aan een tafel wel haalt. Want op een of andere manier, ik weet niet, het komt niet zo goed over of... mensen verwachten dat je het direct snapt. Terwijl als je aan tafel zit en iemand legt ze uit, die zegt, nou, maar dit werkt toch niet zo, of ik snap het niet helemaal. Dan leggen ze het vaak nog een keer uit, of ze pakken er even een PowerPoint bij met wat illustraties, zodat je het wel snapt. En virtueel gebeurt dat niet. Dus
Ik denk dat wij al gemerkt hebben dat het virtueel werken wel een bepaalde blokkade qua kennisuitwisseling opwerpt. Ja, dat denk ik ook. Maar ja, ik denk dat het allemaal in de basis komt het allemaal neer op het verschil tussen een doel en een middel, zullen we denken. Hè? Ik bedoel, het is op zich een prima middel om bepaalde dingen toch te kunnen doen, ondanks dat je niet bij elkaar zit. Als je in een hybride omgeving wil werken. Maar het moet geen doel op zich worden. En ik kreeg een beetje het idee dat het een beetje een doel aan het worden was voor heel veel bedrijven. Of in ieder geval voor heel veel leveranciers in de markt. Dat het echt, dit gaan we doen. Om te kosten wat het kost, zeg maar. Dat het echt doorgedrukt werd. Ja. En ik denk dat dat niet heel erg handig is. Ja, maar ik denk dat het andersom ook wel een beetje zo is. Ik denk dat... Vroeger reden wij voor elke meeting, bij wijze van, reden we een uur naar Amsterdam om daar even iemand een uur te ontmoeten en dingen even fine te tunen, en vervolgens gingen we terug naar kantoor en was je eigenlijk een halve dag kwijt. Heel veel van dat soort gesprekken, die heb ik nu wel virtueel en dat gaat prima, want dat is gewoon om wat dingetjes af te stemmen. Maar ja, als je echt een diepgaand interview wil doen, ja, dan is rond de tafel is toch wel fijn, net iets makkelijker, vooral als het heel technisch wordt. Dus ik denk dat voor sommige meetings is virtueel echt wel een hele goede oplossing. Als je in een bepaald project zit en er is een tussentijds... Of je hebt wekelijks een tussentijds moment waarop je even de vorderingen doorspreekt. Dat kan misschien prima virtueel. De zogenaamde stand-up meetings. Ja, nou, die kunnen prima virtueel, denk ik. Op het moment dat je echt op een key punt komt waarin er een milestone behaald moet zijn of een nieuwe milestone begonnen moet worden. Nou, dan is het misschien weer handiger om even fysiek bij elkaar te gaan zitten. Ja, ik denk dat het ook goed is, als het er ergens goed voor geweest is, zeg maar, is het ook goed om eens te kijken naar of je wat zinloze meetings kunt afschaffen. Ja, maar daar hebben heel veel grote organisaties last van. Dat is de zogenaamde vergadercultuur, waarin men de hele dag in meetings zit om te bespreken wat ze vorige week ook besproken hebben. Maar er is nog steeds niemand die de knoop heeft doorgehakt. Ja. Ik denk dat heel veel mensen bij grote organisaties zich daar wel in herkennen. En ja, ik denk dat heel veel grote organisaties daar ook mee worstelen hoe ze van dat soort culturen afkomen. En dat blijkt echt heel lastig te zijn. Dat is misschien in de thuiswerkperiode alleen maar toegenomen, juist die onzinnige meetings. Ik denk dat er heel veel onzinnige virtuele meetings zijn, ja. Dus, uiteindelijk is het ook gewoon een beetje de waan van de dag. Hè? Ik heb toevallig recent nog een presentatie moeten geven over een rapport wat gebaseerd was. Een rapport van CompTIA, die belangenvereniging voor de branche, zeg maar. Mm-hmm. Dat onderzoek was in oktober 2021 gehouden. Wat er toen allemaal nog gezegd werd over de nieuwe manier van werken. Ja, het is nu al ook extreem achterhaald. Mm. Dus ik denk dat we ook... dat mensen vergeten heel snel, hè? Dus over het algemeen. Maar om nog wat feitjes erbij te trekken. Uit dat polio-onderzoek kwam ook naar voren dat werknemers die minder enthousiast zijn over hybride werken, die zijn ook een beetje bang voor een ongezonde overwerkcultuur. Hè? Omdat het toch stiekem, als je heel veel thuiswerkt, meer uren in gaat zitten dan misschien eigenlijk de bedoeling is. En de grens tussen werk en privé, die wordt wat troebeler. En moeten dan organisaties ook allemaal eigenlijk zelf zo'n hybrid work officer of zo, wat Microsoft gedaan heeft? Moet je daar ook gewoon iemand mee een taak geven? Dat je zegt, nou, jij bent verantwoordelijk voor het goed uitrollen van deze nieuwe manier van werken? Nou, ik vraag me af, is er al duidelijk wat de beste manier van hybride werken is? Nee, dat denk ik. Dat vraag ik me ook af. Ja, want er moeten ergens grenzen gesteld worden. Maar ik denk ook... En dat geldt ook weer voor de werknemers, maar ook voor de werkgevers. Als iemand thuis werkt, ja, dan zal die misschien tussendoor even de was in de wasmachine stoppen en de wasmachine aanzetten. Maar er is niks mis mee. Als die mensen gewoon hun werk doen, lijkt mij dat niet echt een probleem. Alleen ja, dan heb je wel, ook weer aan de werknemerkant, dat je dan misschien niet die 8 uur aan een stuk maakt, maar dat je de 9 maakt, want jij hebt tussendoor nog andere dingen gedaan. Ja, weet je, het is een beetje geven en nemen. En dat die grens dan vertroebelt, ja, dat is daar wel een gevolg van. Ik kwam ook in dat Microsoft dat inderdaad de werkdag gemiddeld 45 minuten langer was geworden. En dit was echt over 30.000 mensen die ze hadden ondervraagd. Dus dat klopt. Ja, oké, maar dan is de wedervraag is dan, werken ze ook daadwerkelijk 45 minuten langer? Nee. Of hebben ze tussendoor nog de hond uitgelaten en weet ik het? Ik denk dat ze dan tussendoor inderdaad de hond hebben uitgelaten, ja.
Maar dat is ook, prima verder. Dat is ook prima. Ja, ja, ook, kijk, of als je graag om 1 uur 's middags een rondje wil gaan hardlopen. Weet je, als het past in je schema, dan is er natuurlijk helemaal niks mis mee wat mij betreft. Misschien kan dit zelfs wel helpen om van die vervelende vinkjescultuur af te komen. Hè? Dat je per se zoveel uren moet maken per dag, maar dat je gewoon veel meer gaat sturen op het resultaat. Ja. Als jij je werk in 5 uur op een dag kan doen, omdat je gewoon heel efficiënt bepaalde dingen kunt doen als je thuis werkt, weet je, prima. Ja. Hoef je niet per se nog 3 uur extra andere dingen te gaan doen. Maar het probleem is dus nogmaals dat het niet voor iedereen geldt. Want nee, dat ik denk dan gelijk weer, nou dan gaan we toch gewoon naar die vaste 2-3 dagen per week. Maar dan kan je inderdaad ook weer leggen dat voor anderen weer anders is. Ja, dat maar ja, ik denk ook dat veel mensen die kinderen hebben misschien heel blij zijn dat ze nu de mogelijkheid hadden om, weet ik veel, 's middags met de kinderen wat langer te lunchen en er wat meer van mee te krijgen dan dat ze normaal zouden doen. Want ja, dan kom je om 6 uur thuis en kinderen gaan meestal voor 8 uur naar bed. Dus dan krijg je er wat minder van mee, zeker als ze jong zijn. En dat hebben ze nu wat meer meegekregen. Dus dat zien mensen misschien ook als een voordeel. En als je daardoor toch gewoon je werk kan doen, ja, dan is dat wel een vertroebeling van je werk en privébalans, maar het levert je ook heel veel op. Dus het heeft allemaal heel veel voor- en nadelen. Ik krijg op basis van de onderzoeken en de cijfertjes heel erg het gevoel dat er in Amerika bijvoorbeeld al echt heel hard gepusht wordt om mensen weer naar kantoor te krijgen. Dus toen kwam ik in een onderzoek van Poli naar voren dat in Amerika en Azië dat alweer ongeveer 25% van de werkgevers alweer iedereen fulltime op kantoor eist. Dus dat is een kwart. En in Europa lag dat pas op 17%. Dus dat lag echt beduidend lager. Dus het lijkt er wel op dat we in Europa toch meer dat hybride werk omarmen dan bijvoorbeeld die Amerikanen doen. Ja. Dus ja, dat vond ik ook nog wel een onmerkelijk feitje. Denk ik dat kantoren er misschien ook wel anders uit gaan zien als we inderdaad naar een situatie gaan waarbij er toch in Europa tenminste wat meer wordt thuisgewerkt. Want ik denk dat het dan juist belangrijk is dat, hè, want dat heb ik ook al gehoord van bedrijven. Er zijn ook in Nederland wel bedrijven waar iedereen op kantoor moet komen. Maar dat iedereen vervolgens met zijn noise cancelling headset in de hoek zijn werk ging zitten doen. Ja, dan heeft het niet zoveel zin. Dan haal je iedereen naar kantoor. Ja, of inderdaad naar kantoor komen en dan de hele dag in Zoom calls gaan zitten. Ja. Op kantoor, ja. Ja, met elkaar. Ja. Terwijl de andere gewoon 3 deuren verder zit. Nou, niet per se, maar dat hoor je ook gewoon heel vaak. Hè. Dat iedereen op de salesafdeling, zeg maar, continu in Zoom calls gaat zitten met mensen buiten het bedrijf. Ja, dat kun je het zo thuis doen. Dan hoef je niet van naar kantoor te komen. Nou, ja, dus je hoort op dat vlak ook wel bedrijven of leveranciers die zeggen van we gaan richting een kantoor als ontmoetingsplek. En Okay. Ja, alleen voor de feestjes en partijen, zeg maar. En dan thuis doe je het echte werk. Ja, daar geloof ik ook niet in. Ja, dan kan je wel die kratbier voor de Vrijmibo gewoon laten staan de hele week. Okay. Ja, een ding is ook als je kantoor als ontmoetingsplek gaat gebruiken. Ja, dan ga je naar kantoor 8 uur aan een stuk. En dan de productiviteit rond je e-mails en weet ik veel wat, die gaat helemaal weg. Dus je moet natuurlijk ook wel een optie houden om juist je productiviteit te bewaren, zeg maar, op kantoor. Hè? Dus hoe dat dan precies zit op een kantoor als ontmoetingsplek, zet ik wel mijn vraagtekens bij. Zeg maar. Ik denk dat het heel moeilijk is om een kantoor in te richten. Ik snap wel dat het idee erachter. Dus in een kantoor maak je heel veel ruimtes om voor samenwerken en voor fysieke meetings en om samen aan projecten te werken bijvoorbeeld. Alleen, ja, mensen hebben dan misschien vijf meetings op een dag. Alleen tussen die meetings zit dan nog ineens 2 uur. En dan moeten ze eigenlijk toch ergens kunnen werken. Ja. Dus die balans vinden tussen het aantal ideale werkplekken en meetingruimtes lijkt me heel lastig. Ja, maar sowieso, alleen naar kantoor komen, even gechargeerd gezegd, zeg maar, alleen naar kantoor komen om voor meetings, nou, dan is de lol er ook snel af, denk ik. Als je van tevoren weet, vandaag zit ik tussen 9 en 5, zit ik in allerlei kansloze meetings. Ja. Nou, als je bij een grote organisatie werkt, is dat gewoon je dagelijks. Ik heb wel eens iemand. Misschien ben ik dan niet helemaal geschikt daarvoor, voor dat soort dingen. Ik heb wel eens iemand gesproken waarmee ik een meeting aan het plannen was. En die ging toen 2 weken op vakantie. En die zei, als ik terug ben van vakantie, dan bel ik je en dan plannen we even iets in. En toen belde hij inderdaad op dag 1 na zijn vakantie op. Toen zei hij, ja, ik wou een meeting met je inplannen, maar het is een beetje lastig, want mijn collega's hebben me de komende 6 weken gewoon
helemaal back-to-back voor mijn meeting zitten. Wow. Waarop mijn opmerking was, nou, leuke baan heb je. Ja. Ja, dat lijkt mij niet heel plezant. Ik maar vind het wel exotisch. Ik ken het helemaal niet. Nou ja, bij heel veel grote organisaties leven ze echt in een meetingcultuur. In een schouwcultuur. Gezellig, ik weet niet. Nou, ik denk... Maar goed, zullen we even kijken. Ja. Hè? Want wat vinden wij er eigenlijk van? Want we hebben het nu de hele tijd over hybride werken en conceptuele dinges. Maar is de technologie die je ervoor gebruikt, is die inmiddels op het niveau waar wij zelf van zeggen van dit is acceptabel of goed genoeg om ook daadwerkelijk hybride te kunnen werken? Ik denk dat de beeld- en de audio-kwaliteit om een meeting te doen vandaag de dag prima is. Ik denk alleen dat heel veel van die applicaties doorslaan in functionaliteit. Waardoor ze heel zwaar, lomp en vervelend worden op je PC. Horen jullie ook sirenes? Want ja, zeker. Okay. Nee, dan ligt het niet aan mij. Ja, het is natuurlijk wel allemaal ingericht zo. Hè? Iedere werknemer die de laatste tijd thuis kon werken, die heeft bijna een goede monitor ervoor gehad, een goede webcam, een goede headset misschien wel. Het is wel er is wel flink in geïnvesteerd om het mogelijk te maken en te ondersteunen. Is dat zo? Nou, okay. Ik zie nog steeds mensen die gewoon met een of ander cameraatje uit het jaar nul en een hele slechte audio. Ja, kijk, er zijn voorbeelden, maar het lijkt me wel dat de meeste medewerkers of een nieuwe laptop hebben gehad in de laatste 2 jaar. Waar dan toch wel gesleuteld is aan de webcam om het überhaupt al qua laptopcamera beter te maken. En als dat niet zo is, dat ze dan misschien wel een losse webcam hebben gekregen om dat juist... Het zijn allemaal aannames hoor, denk ik. Maar ik weet niet of dat zo is. Heeft iemand onderzoeken over gelezen? Over de kwaliteit van de thuiswerkplek? Qua technologie? Ik niet namelijk, maar... Nee, ik heb wel begrepen dat veel mensen bij grote organisaties vooral hun eigen bureaustoel kregen. Of bureaus werden uit kantoren getrokken om thuis neer te zetten. En die moeten uiteindelijk allemaal weer terug. Dus ik denk dat heel veel grote organisaties nog wel aan het zoeken zijn naar wat de ideale manier van werken is. En als het hybride werken wordt, dat ze nog een flinke investering moeten doen om dat ook bij iedereen goed te realiseren. Wat webcams betreft denk ik, maar dat is ook weer een aanname, denk ik wel dat de meeste mensen gewoon op een laptopcamera zitten. Maar dat als ik naar mijn directe omgeving kijk... Ja, het is misschien ook niet direct iets wat je op de eerste plaats zet, hè, als je zo'n thuiswerkplek in gaat richten. Hè. Misschien dat je als werknemer... Nee, bedrijven kijken vooral naar bureaustoelen, bureaus, ja. Externe monitor, toetsenbordje, muisje. Dat is waar ze primair naar kijken. Ik denk mensen die een contactcenterfunctie hebben, die zullen allemaal een headset krijgen. Salesmensen die veel calls doen, zullen ongetwijfeld een headset krijgen. Maar goed, een laptop-upgrade die toch wel redelijk vaak is doorgevoerd de afgelopen jaren. Nou, dat is ook een kwaliteitsslag wat betreft webcams. Want daar zit wel steeds, we zien echt met al die leveranciers, de Dell en... Sorry, ik raak hier even mijn... microfoon aan. De Dell en de Lenovo's, die hebben ook gewoon gezegd van in de nieuwere modellen gaan we veel meer op de webcam kwaliteit focussen, zeg maar. Dus ja, als ze een keer vernieuwd hebben, die laptops, dan is er ook een kwaliteitsslag gemaakt wat de webcam betreft. Ja, alleen als ik in mijn vrienden- en kennissenkring rondkijk, dan valt het mij toch altijd op dat wij praten altijd over een laptop wordt na 3 jaar afgeschreven en vervangen. Ja. Ik blijf mij erover verbazen hoeveel bedrijven er zijn die er proberen 6-7 jaar uit te persen. Want er lopen wel mensen rond in mijn omgeving met laptops waarvan ik denk, die had ik al een paar jaar geleden bij het grof vuil gezet. Wat ik wil zeggen is dat er wel een kwaliteitsslag is gemaakt. Niet breed, hè? Misschien niet dat iedere organisatie het heeft gedaan, maar er is wel denk ik door corona juist bij organisaties meer bewustzijn gekomen om goede laptops zo nu... ze wat frequenter te vervangen, zeg maar. Ik help het je hopen. Ja, ik denk echt dat je gaat verbazen. Je ziet het in de verkoopaantallen van de laptops. Die nou, zijn kijk, echt nou geëxplodeerd. Komen we met cijfers. Kijk, ja. Maar dan is nog steeds de vraag, zijn dat consumenten, zijn dat organisaties, zijn dat studenten? Nou ja, weet je,
Er zijn genoeg bedrijven die een consumentengerichte focus of consumentgerichte laptop aanschaffen voor hun medewerker. Ja, dat is waar. Maar goed, zullen we nog even teruggaan ter afronding inmiddels een klein beetje richting, want ik ben er al een beetje klaar mee, eerlijk gezegd, met het hele gesprek. Laptops of hybride werken? Oh ja, hybride werken sowieso. Is het daadwerkelijk onzin? Nou ja, dus wat vinden we ervan? Is het gedoemd te mislukken? Mislukken zal het niet, het zal blijven. De aanname dat iedereen hybride werkt is sowieso al een dingetje, hè? Want het... Ik denk dat niet te veel nuance. We willen nu een ja of nee hebben. Kijk, want je hebt echt zoveel medewerkers die überhaupt al niet kunnen hybride werken. Oké, laat het concreet maken. En daarbij... Hoeveel dagen gaan mensen die kunnen thuiswerken, ook daadwerkelijk thuiswerken? Wordt het echt 3-4 dagen thuiswerken en 1-2 dagen naar kantoor? Nu misschien 3-4. En over een jaartje is er misschien nog eentje of twee over. Dat denk ik ook. Ik denk dat het minimaal wordt dat mensen 1 à max 2 dagen thuis mogen werken. En de rest gewoon op kantoor of net waar aanwezig moeten zijn. En ik denk ook dat het voor de mensen die daadwerkelijk zeggen van... ik blijf het liefst 5 dagen thuis en die daadwerkelijk 5 dagen thuis blijven werken... dat die ook echt een achterstand op gaan lopen ten opzichte van medewerkers... die gewoon 4-5 dagen per week op kantoor zijn. Nog één slotvraag. Ben je ook blij met die 5 dagen over 2 jaar? Is dat iets waar we tevreden mee zijn? Is dat iets wat een goede ontwikkeling is geweest? Hoe bedoel je? Nou, ik ben er niet zo blij mee persoonlijk. Ik denk van het heeft allemaal duurzaamheidsvoordelen om niet te rijden. Er zijn ook productiviteitsvoordelen. We hebben het eerder over de lifestyle dingetjes gehad. Dus ik denk inderdaad dat het klopt dat we teruggaan. Maar ik denk ook dat er best wel wat actie mag ondernomen worden om te proberen om dat te vermijden, persoonlijk. En ik denk ook dat bij het beleid van het bedrijf en het bestuur ligt. Ja, maar ik denk dat onderaan de streep de bedrijven de controle zoveel mogelijk in eigen hand willen houden. En dat ze daardoor willen afdwingen dat mensen 3-4 dagen per week op kantoor werken. Ik hoop er ook op. Nou, daar hoop ik niet op. Voor mij mag iedereen dus meer thuis werken. Maar ik denk dat realistisch is. Van hoe het bedrijfsleven acteert ten opzichte van het personeel. Sander? Ja. Ja. Ik denk dat het echt een... uiteindelijk een wat we eruit gaan halen... is dat het inderdaad dat bedrijven er nu open voor moeten staan. Maar dat het in de praktijk best wel eens heel snel afgelopen kan zijn. In ieder geval met het veel thuiswerken. Maar ik denk gewoon dat dat voor de meeste organisaties ook gewoon niet werkt. Namelijk om te veel thuis te werken. Ja, wellicht dat daar nog... Misschien dat het in de educatie ooit kan worden meegenomen. Dat we leren hoe we goed thuis moeten werken. Ja. Nou, zoals je hoort zijn wij er ook niet helemaal over uit. We hebben een vermoeden en we hebben een idee. Maar dat hybride werken gedoemd is om te mislukken in zijn volledigheid, daar zijn we het hier in elk geval wel over eens. Mocht je het er nou totaal niet mee eens zijn, horen we het ook graag info@techsign.nl. We horen graag meningen van anderen. En misschien komen we op dit onderwerp nog een keer terug, maar ik hoop het eigenlijk niet. Nou, bedankt voor het luisteren. Dit was Hybride Werken voor wat ons betreft. Vergeet je niet te abonneren. Dat kan via Apple, Spotify, Google en vele andere directory diensten. Vergeet ook niet 5 sterren te geven. Dat kan via Apple en Spotify. En vergeet deze aflevering vooral niet te delen met iedereen die wel of niet van hybride werken houdt. He, je collega's, je vrienden, je familie, je manager, je directeur. Doe ermee wat je wil. TechSign Talks. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En vergeet je niet te abonneren, hè, mensen. Abonneren. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Visit techsign.nl or techsign.eu. Don't forget to subscribe to this podcast.